En toen kreeg ik mijn eerste gitaar op mijn 8e. Zo'n klassiek dingetje. En toen kreeg ik zo'n beetje mijn ambities om daar meer mee te gaan doen. Terwijl nog enkele mensen hier de zaal binnenlopen, stelt de huisband van deze middag, stelt zich op, de Stones. Ik weet nog wel dat ik werkte bij Van Gent & Loos. Hij was 8 jaar toen hij zijn eerste gitaar kreeg. Het instrument loopt als een rode draad door zijn leven. Maar echt nog iets veel bepalenders in het bestaan van Willy Hakers uit Veldhoven. En dat is jarenlange verslaving aan heroïne, cocaïne, LSD, wiet en drank. In januari van dit jaar overleed Willy op 49-jarige leeftijd. Zijn vrienden richten een stichting op, ter nagedachtenis aan hem. Zijn het vrienden, het gesprek zoals het gisteren was. Maar bovenal mijn onderdak thuis met ontheemden. Mijn gelijken, ach mijn maten uit de klas. Laatst mijn ogen in die ogen van een ander. Ja, die blik, zo kijk ik toch ook altijd. Het besef van zie me, kijk ook ik verander. Doelloos, gevoelloos. Mijn voeding ben ik kwijt. De stop van mijn begeerte is een schroomend geluk. Even niets te voelen, even niet die druk. De keten van geborgenheid, even veilig zijn. Even euforie, even niet die pijn. Jij bent mij. Mijn leven, wat ik denk lief te hebben.
Geef me nog een cocaïne, want ik ben jouw heroïne. Raak in ecstasy, mijn spits sla je op alcohol. Ik heb je lief, mijn nina, ik heb je lief, mijn nina. Zoals ze net eens spreken en mijn hart dat slaat omhoog. Geef me nog een cocaïne, want ik ben jouw heroïne. Raak in ecstasy, mijn spits sla je op alcohol. Ik dat ik niet alleen mezelf aan het vernielen was, maar ook de mensen om me heen, de mensen die om me gaven en van me hielden, die deden ik verschrikkelijk veel verdriet. En toen is er een knop omgegaan bij mij. Ik denk, als ik nou zo doorga, dan land ik echt helemaal alleen in de goot. Dus van de een op de andere dag ben ik gestopt met drinken. Deze maand ben ik al 4 jaar nuchter weer. Ondertussen woon ik alweer 3,5 jaar samen met mijn lieve vriend en ons hondje Boogie. Ik heb mijn leven weer op de rails en ik ben gelukkig nu. We gingen optreden met die band, dus ik kwam weer onder de mensen. Ik had echt iets om naartoe te leven, ik werd langzaam minder ongelukkig. Via die rockband ben ik ook in contact gekomen met Neos en Homemade, waar ik nou samen met Annelie de muziek bij verzorg. Ik heb mijn strijd nog niet gewonnen, maar ik denk wel dat ik in ieder geval nou op een betere weg ben.